De politie onderzocht maandagochtend 8 april een verdachte situatie op het Mediapark in Hilversum. Agenten waren alert op mogelijke dreiging. Er vloog een politiehelikopter boven het terrein. Verschillende mediabedrijven adviseerden hun medewerkers om binnen te blijven. Een politieagent stond langs de kant van de weg en observeerde het verkeer dat richting Mediapark Hilversum reed. Wat de verdachte situatie en bedreiging precies inhield, heeft de politie nog niet gezegd. Mediabedrijven zijn geïnformeerd over de mogelijke dreiging. In een brief verspreid onder medewerkers van Radio 1 werd gesproken over een mogelijk onveilige situatie. De recherche startte direct een onderzoek en kwam al snel uit bij een 48-jarige Hilversummer. Het gevaar is daarmee vermoedelijk geweken. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wordt er geen verdere informatie gegeven door de politie.